Dat is rendierkak. Rendierkak? Die zit hier niet, hoor. Een dier, dat ja, zei hij toch? Een dier, dat is een hert. Ja, rendier, dat is toch hetzelfde? Hert, nee, hert, de kerstman die was hier net ja. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Foto's van citytrips naar bestemmingen als Spanje en Italië zijn niet weg te denken van je feed. Maar valt er niet meer te ontdekken? Daarom gooi ik het met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin over een hele andere boeg. Met dit ideale testpanel gaan we op een ware roadtrip door de Balkan. Van Split tot Sarajevo, je ziet het in de Balkan-editie. We gaan iets doen wat Jasper ligt. Ik denk dat we allebei wel kunnen raden waar het ongeveer naartoe gaat. Nou, wilt u dus van dat showtrapje komen? Zo, maar waarom mochten wij dit niet zien? En... Ik was mijn rammelband vergeten, dus ik denk, dan doe ik die van jou even op. Maar Jep, waar was dit showtje voor? We gaan survivalen! Ja! We gaan de oerbossen van Slovenië bezoeken. In Kosevje. Hoe? Kosevje. Ik heb mijn oude gimp aan. Ik loop daar één keer mee door een sloot. Ja, en mijn hele poten zijn doorweekt. Ik heb jullie gezegd, er staan avontuurlijke dingen op het programma. Je hebt mij helemaal niks gezegd. Jij hebt gezegd. Nee, ik ben hier niet opgekleed, Jasper. Ja. Doe even dikke sokken aan. Om die heb ik ook niet. Wat heb jij voor sokken aan? Ik heb tekenwerende sokken aan, natuurlijk. Hij voor zichzelf tekenwerende sokken. Weet je wat? Je krijgt een paar sokken van me. Nee, alsjeblieft niet. Dit zijn survival sokken. Niet doen! Die zijn maar één keer gebruikt. Nou, we hebben dus afgesproken met een gids. Ja? Mag ik dan nu gelijk één ding zeggen al? Dan hebben we een gids. En dan luisteren we naar de gids. En dan hoeven wij niet naar jou te Nee, maar kijk. Ik ben zeg maar jullie reisleider. Hè? Nee. Hij geeft ons advies, maar ik bepaal voor de groep of dat verstandig is of niet. Ik volg jou absoluut niet. Kijk, ik blijf gewoon de firemaster natuurlijk. Nee, daar komt hij weer. Hoppa, hoppa, hoppa. Oké, jongens, we gaan. Zo jongens, ben je klaar voor de strijd? Jij verzint voor jezelf elke keer een aflevering dat er zelf het beste uitkomt. Dat is de Firemaster. Maar het backfired altijd, Jasper. Dat weet je zelf ook. Hij wilde zich wel dan elke keer zichzelf in ontberende omstandigheden... Dan voel je dat je leeft. Nee, maar kijk, maar 's ochtends staat hij dus koud te douchen. En dan hoor je ineens... onder de douche. Maar als het dan net iets te koud is of net iets te warm op een terrasje, dan hoor je alleen maar geklaag over de temperatuur. Ja, jongens, ik ben een man van tegenstrijdigheden. Kan ik niks aan doen. So welcome in our forest. It's the biggest forest area in Slovenia. And it's the area with most wild animals, especially bears, wolves, lynx. So I'm gonna get my backpack with equipment. You're gonna get your equipment, which is basically knives. I got my knives. Yeah, that's not a proper knife. I'm gonna give you. Komt hij aan met zijn Bart Smit mes. Hey, but it's nice that we can learn something from each other today. So we're gonna focus on food, fire, and from that on. Nice, so that's the most basic stuff. So they used to call me the Firemaster. The Firemaster, okay. Yeah, because he has this tool just cheating, right? We'll start with that as well. Yeah, then but we're gonna go harder, and then we're gonna go proper. Yeah, ik vind dat wel vet is eigenlijk. Oh, you're like a wizard, Jesper. Survival! Okay, so each of you gets a knife. So one of you is gonna help me carry this, and maybe the other one carry this with us also, and we're gonna put most of the plants. Nee. Jij mag het wijven, mannetje. Nee, maar. Wat jij gaat met dat wijf? Ga dit ding dragen. Wat een gave survivalaar ben jij. Doe jij nee. Ik film wel. In het bos. Zijn jullie klootzakken, zeg. We learn that all the animals, they don't go just like over there. Up and down, left and right, but it burns too much energy. They always use road. So for us, for tracking them, that's really easy. I know if a bear was walking here, he went in that direction. Niet veel later stuiten we dan ook op het eerste spoor van een wild dier. Kak, verse kak. From the size of it, we know it's a bear. It's actually quite fresh. I take a stick and we dig in. We see, oh, it's even fresher. Hele gole groene kak. Ja, can I also touch it? Nee, Jan. Oh, gadver. Maar wat zit je nou te doen? Je zit alleen te poeren of ben je ook op zoek naar iets? Nee, ik zit gewoon te kijken wat er allemaal in zit. Oh, wat is het vies. So this is 2 days old. 2 days old. So he could be around there. Yes, for sure. So we're definitely on his area where he's moving. Let's go
of de deur. Jasper wil gewoon altijd even de aandacht naar zichzelf toetrekken. Alsof hij als enige doorheeft wat er hier echt in het bos gebeurt. Ik heb gewoon iets meer ervaring dan jullie op dit gebied. Ah, hou toch op. Nou, let's go. We gaan weer. Oh, dat bepaalt hij. Niet jij. This is where animals stay during the day. And we actually have also some droppings here. Ik vind het ook mooi zoals Jasper elke keer naast hem gaat hurken. Alsof het een soort duo is. Dat is rendierkak. Rendierkak? Die zitten hier niet hoor. Dier, dat zei hij toch? Een dier, dat is een hert. Ja, rendier, dat is toch hetzelfde? Hert, nee, hert, de kerstman die was hier net geweest. Ik bedoel met zijn rendier en zijn arreslee. Boeien, maar kijk nou even. Dat is nou serieus wat ik zeg. Kijk, boe even. Wat moet ik zeggen? Oké, je Freek Vonk, gaan we weer verder? Ik vind dat jullie mij niet genoeg serieus nemen, jongens. Nee, oké, sorry. Nee. Ik ben de gids van ons drieën. Nee. Hij is onze Nee, dat moet je verdienen, gids. Jasper. Nee, ik ben de fucking leider. Respect moet je verdienen. Ja. De fucking leider. Als iemand die dat roept, ik ben de fucking leider, heeft sowieso geen overwicht. God. Nou, ga maar. Ga maar voor met je mandje. Leider. Toby, jij moet achter me luiden. Nee, oppoepelen. Het volgende onderdeel van de Survivaldag is het vullen van het bakje van Toby en het mandje van Jeppe. Echter is het verzamelen van onkruid niet helemaal hetgeen wat onze leider zich bij survival had voorgesteld. Jij wilde dit doen, Jasper. Ik wilde survival, ik wilde niet planten gaan plukken. We picked up most of the plants that are usable in this area. Only plants didn't give you enough nutrition. Roots, berries, that's what will give you energy to survive for the day. Ga jij ook nog wat doen, Daan? Je staat letterlijk nu met je hand in je zak mij te filmen... terwijl ik hier als een of andere voetveeg jouw avondeten aan het plukken ben. Lekker voor het eten, Matthijs. Want jij eet ook gewoon met ons mee. Matthijs die zit straks lekker aan een hamburger. Teamwork makes the dream work. Niet elkaar soort van uit zitten kafferen de hele tijd. Maar uit kafferen vind ik leuker. Geef jou Jasper nou eens even een complimentje. Waarom moet dat nou weer? Nee, maar geef elkaar maar een knuffel. Ik best wel eens wat aardig zeg. Ik doe de sfeer zeg maar niet ten goede dat wij Jasper de hele tijd plagen. Geef jij Jasper zijn complimenten? Nou, jij vindt wel echt leuk hoe het je interesse wekt allemaal. Ik vind dat je er goed bij loopt. Nou, dankjewel. Zie je, hij is ook helemaal niet blij met het compliment. Nee, omdat het niet gemeend is. Jawel! Jawel, ik vind het ook heel vertederend om te zien hoe bevlogen hij ermee bezig is met het survivalen. Terwijl hij er ondertussen niet... Nou ja, dan wordt het weer een belediging. Je kan nooit iets aardigs zeg maar zeggen zonder dat er daarna gelijk een belediging komt. Vertederen het zit gewoon zo in jouw systeem. Ik slik het allemaal in, jongens. Dat is al een compliment. Ja, vrienden zijn met Toby is geen... krijg je niet cadeau, hoor. Oké, now we're gonna start using your knife properly. The most important thing, and use a machete movement. So I bended the tree, now all of the force is in this point. So I did 3-4 cuts, but most importantly, survival aspect, 0 energy. I want to make a sharp point. If I do this normally, but look at now, I put the knife to my knee. Oh yeah, I'm pulling back. And then I'll push back, my strongest cut. And when you're done, you have a nice spear or whatever you're doing. Try it yourself now. Ik heb dit ook nooit eerder gedaan, hè? Dus niet gelijk... Nee, nou gaat ineens het indekken begisteren, nou, survival. Ja, up, Bear Grylls, laat eens even zien hoe dit gaat. Oké, continue. Bend more. Hey! Hey, ga even opzij. Ik wist niet dat ik die andere ging worden ook erbij. Dat stukje. Kap eens met lachen, jullie allemaal. Nou, wat doen jullie dan eens met je grote bekken? Ja, die is veel makkelijker. Voor mij mag het ook een moeilijkere zijn. Rust. Oh yeah. Je buigt hem gewoon. Use the knife. Je buigt hem, dat mocht jij ook, Jasper. Hatsa. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Dankjewel, Jasper. Ja, kijk, ik probeer supportive te zijn in plaats van jullie uit te lachen. Achtertrekken, het mes blijft stil. Klootzakken. Zie je dat? He? Kijk, je moet er een punt aan maken, dat is het idee. Wanneer ik dat wil, hè? You're gonna use this one. Woo! Yeah! Let's go to make a fire now. Dat is mijn specialiteit. So make sure you put it out gently, otherwise you're gonna get only the grass that is green. I even made fire when it was raining all day.
Niet dit verhaal weer. Maar waar komt dit verhaal nou precies vandaan? Het begon allemaal in de allereerste afleveringen van de FOMO Show, waar wij reeds eerder gingen survivalen en Jeppe zichzelf kroonde tot de Firemaster door alle kennis en ervaring die hij bij zijn deelname aan Expeditie Robinson had opgedaan. Deze kennen we wel. You're not gonna start the fire with this. Jij kan het toch niet zo goed als Jeppe. Toby, wat je hetzelfde moet doen als met dat mes, dus je trekt eigenlijk deze naar achter. Oh ja. Zie je? Naar de grond. Ja. But that was more or less for fun. Now we're gonna do a proper fire. Proper fire. Each of you pick one board. And then you're gonna grab this one or this one. Then for the last part, you're gonna need a rock. Weet jij ook al hoe dit moet? Nee, dit weet ik niet. Maybe this is gonna be easier. You have to find a nice hole that fits. And you twist this part. And then you add the rock on top. Maybe it's better just to watch for the beginning. Eerst kijken, Toby. And then short. Long but slow. You can already see I have smoke. And now when I have enough dust, now I light it up. Long, fast, long, fast. Now I put everything gently out, mash it off gently, put this ember into the grass and blow it gently into a fire. The Firemaster. Twee kandidaten, midden in de natuur in Slovenië. Wie gaat er vandoor met die felbegeerde titel Firemaster 2022? Aan de ene kant de titelverdediger Jasper de Molin. En aan de andere kant de nieuwkomer Tobias Kamman. De spanning is om te snijden hier. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! En ze zijn los. Which one is the move one? Ja, en dan kijken welk gaatje je kiest om de meeste frictie te krijgen. En dan die stok in die soort van boog, daar moet je hem indraaien. En Tobias lijkt dat al voor elkaar te hebben. Oeh. Kutzooi. En Jasper niet, die is flink aan het schelden. Maar ze hebben het nu allebei voor elkaar. En ik zie zelfs al een beetje rook bij Tobias. Ja, die stok van mij gaat deze kut. Oh, bij Jasper. Oh, godverdomme. Zijn stokje schoot weg. Laten we dat even in herhaling bekijken. Oh, daar gaat hij. Gaat de Firemaster hier dan zijn titel verliezen? Het is nog niet gedaan, Jasper. Kom op. Ongelooflijk, ik zie al rook. Oh, en Jasper blijft schelden. Het geluk staat niet aan zijn zijde. Ja, wanneer is het? Maar bij Tobias schiet zijn lovertje bijna in de fik. Ja, je hebt gewoon veel makkelijker stok. Of meer techniek. Oei, het begint nu ongezellig te worden. Jasper zegt dat Tobias een makkelijkere stok heeft, maar ze hebben toch echt dezelfde spullen. Oh, Jasper's stokje schiet weer weg. Het huilen staat Jasper nader dan het lachen. Moet hij straks die kampioensriem inleveren? Nee. Oh, en hij begint zelfs te schelden met alles wat God verboden heeft. Maar ja, dat hoort de kijker natuurlijk niet. Gaat Toby het vuur aankrijgen? Daar lijkt het wel op. Ja, kijk, daar komt vuur. Ja. Ja, vuur. En toen was er vuur! Thanks. We hebben een winnaar. Gefeliciteerd. De Firemaster 2022 is geworden Tobias Kamman. Ja. Maybe because you were wiggling too much, it keep bumping out. Ja, zie je, het lag aan het hol. Ja, ik heb die met frictie gekozen. Ja. Nee. Your revenge. Micha, you were the jury. Do you think Tobias is the fair winner? Yeah, for sure. Yeah. They picked up all the equipment themselves. They could pick any hole and whatever. Ja, ik ben de Firemaster 2022. Ja, dat maakt me allemaal geen reet, maar ik wil, als ik verlies, wil ik eerlijk verliezen. Ja, je hebt eerlijk verloren. Oké, prima. Terug naar waar het allemaal om draait. Een dag overleven in de wildernis van Slovenië. We hebben tenslotte de hele dag wortels, plantjes en bedjes geplukt om als echte survivalaars zonder meegebracht eten te overleven. En die ingrediënten moeten nog gekookt worden. That's actually really good. Oh, yep. Ja, ik heb wel iets geleerd. All the berries go here. Dus we gaan nu alles wat we hebben geplukt, en daar gaan we een maaltje van maken. En daarmee moeten we het maar doen. No, this is... You're cutting those. Do you want to throw more wood on? This? The dark parts are actually good. Toby, yeah. Wat vind je daar nou van? Kom hier. Oh, lekker makkelijk weer. This one is perfect. Sorry. Try to eat this one. Ik heb echt honger. Ja, ik ook, Matthijs. Terwijl wij hier in een of andere laffe soep van brandnetels en zuring in elkaar aan het draaien zijn, zijn die twee... Ze hebben zelfs een heel houten doosje mee met... Nee, geniet ervan, jongens. Ik hoop dat ze zich verslikken. Nou, dit is dus waar we de hele dag als een stelletje Neandertalers voor hebben lopen verzamelen. Ik vind het wel lekker. Het is wel weer een nieuwe smaak die ik nog niet ken. It's a bit like spinach. That's because we added a lot of stinging nettle. Dus je kan thuis, als je brandnetels in de tuin hebt, kun je die gewoon oogsten... En een soep van maken, ja, natuurlijk. Maar ik ga liever naar die kist van hun. Toch vet, met gewoon puur met producten uit de natuur gewoon... Ja, dat vind ik wel. Kunt maken.
Om het survivalavontuur helemaal compleet te maken, heeft onze gids nog een laatste activiteit op het programma staan. We're gonna go into one cave, but since we don't have any lights with us, we're gonna make torches. En dat betekent dat we weer aan de slag moeten. Alle drie wel te verstaan. En sinds Tobias de titel Firemaster op zak heeft, lijkt hij zich hier ineens naar te moeten gedragen. Start burning, lighting up your torch. Dus staan we dus met z'n allen dat vrije schoolstuk van Tobias aan te steken. In de tunnel mogen jullie genieten van mijn licht. Oké, let's go. Holy shit, dit is sick. Oermens komt er nu toch in je los als je dit doet. En welke muziek moet je aan denken nu? Nou, nu is de mijne wel mooi aan het fikken, jongens. Ik denk dat ik de hele grot verlicht in mijn eentje. Kijk, hier moeten we eten. I planned it to go to here, but... We gaan verder de grot in. Ik wil daar omhoog. Mag ik jouw fakkel even? Ja. Toch profijt van de fakkel van het beste jongetje van de klas. Heeft die vrije school toch nog zin gehad? Ja, want die van jou is al... Mijn is klaar, ik ga weer terug. Gaat het goed, Cave Master? Ja, ik zit gewoon even te kijken hier nog. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja. Het is een soort hele grote glijbaan naar beneden is het. Oh, kut, mijn mes. Nice. Oh, kut. Heb je het mes? Ja. Ja, uit de modder gekropen. Zo, jongens. High five. Nee. Smeer het af aan je onderbroek, die was toch al bruin. En nu zonder fakkels weer. Ja, gelukkig hebben we cameralampen mee, want anders waren we dood. Ik vond het heel vet, jongens. Ja, je hebt, dat hebben we gehoord dat je het vet vond. On the way back, you use this. Especially if there are more people, it help, they help each other. Het is echt een kinderpartijtje, dit. Dankzij ons komen jullie levend buiten, hè? Ja, dat is zeker waar. Ik loop hier achter met mijn iPhone lamp. Because you all completed all the challenges, we didn't give you any food for the whole day. But we have some local beers. Oh! Heerlijk! In het volgende dorp dachten ze, wat is dat voor bijzondere bergheid die we nog nooit gehoord. Nee, is gewoon een alcoholist die een flesje bier aangeboden krijgt. We nemen afscheid van onze gids Miga en verplaatsen ons met een lege maag door de wildernis van Slovenië naar onze uiteindelijke slaapplaats die Jasper voor ons geregeld heeft. Ik snap nog steeds niet waarom we niet gewoon naar een hotel kunnen gaan. Wat is dit achterlijke kutgedoe dan ook alweer? Dit hoort bij de survival-aflevering. We hebben wel een beetje een probleem, want het heeft maar twee bedden. Nou, dan weten we wie op de grond ligt. Nee. Ja, ik heb dit geregeld. Voor ons, niet voor jezelf. Ja. Je hebt voor jezelf, zou je de hangmat. Maar ja, ik heb ook geen zin meer om buiten te slapen. Het wordt fucking koud. Ik had gewoon goede hoop dat het wel ging, maar ik vind het mooi geweest. Dus ik ga gewoon lekker in bed liggen hier. En jullie bekijken het maar lekker. Wat is dit? Hij heeft voor ons een huisje geregeld. Maar wie slaapt dan waar? Ja, dat zien we zo wel. Anders schuiven ze tegen elkaar aan. Dus schuip even dat... Ja, het is nog best comfortabel. Ja, het is hier ook sterrenvers koud. Kleren aanhouden, slaapzak eroverheen. En dan is dat wat het is. Dit nodigt huisje. Ja. Doe je dat ook met de vrouwen die op bezoek komen? Oh. Jeppe, ik... Die Matthijs. Ja, kijk eens wie er lekker uitgerust uitgeslapen aankomt. Heerlijke nacht gehad. Hey, golem is ook van... Ah, je bek. De hele nacht met een of andere houten staaf in mijn reet gelegen hier op die tussenlat. Wat, mijn pik? Nee, niet je pik. Een slap worstje is dat. Maar je haar zit wel goed. Laat even zien in ons. Hey jongens, misschien is het een goed idee als we even in dat meertje gaan zwemmen. Ah, je bek. Dat is geen meertje, dat is een fucking vijver. Ja, een vijver dan. Kom. Je gaat over mijn grens. Ah, heerlijk. De dagen beginnen echt te tellen. Kom, hup. Oh, nou, ook nog eens een blote pik. Die kleren. Blijf van me af. Ah. Ja. Ah. Dit is survivalen. Het is natuurlijk wel echt survival als je in een aangeharkte vijver gaat zwemmen. Ah. Ah. Normaal. Moet je FOMO hebben voor survivalen in Slovenië? Ik vond het echt net een kinderpartijtje. We hebben plantjes geplukt en ik vond het leuk om te zien wat die plantjes dan waren. Maar het ligt ook allemaal in de supermarkt. En ik zie mezelf niet in een situatie belanden waarin ik ineens moet overleven in een bos in Slovenië. Ik weet het niet. Het enige waar ik echt van heb genoten is de Firemaster-wedstrijd. Dat was gewoon echt entertainment puur zang.
Ik geef deze survivaltocht al met al 1 dino. Zo. Het is niet royaal. Ja, ik voel me vooral uitgekakt en smerig en vies en misbruikt. Gewoon dit vieze hok waar ik de hele nacht heb moeten slapen. Ik begrijp dit gewoon niet, dat je dus voor je lol zo in de ellende gaat werken. Oh ja, en wat ik natuurlijk ook gewoon heel vervelend... Oh ja. Ja, wat ik ook heel vervelend vond, is als we dieren gaan kijken... ben ik absoluut niet geïnteresseerd in hun drollen. Ik ben geïnteresseerd in het dier. Ja, de hele tijd met een stokje in een drol gaan lopen poeren... en dan zeggen, nou, dit is een berendrol. Denk ik, ja, nou en. Het is een drol van een beer. Het is niet de beer zelf. Die wil ik zien. Ik geef het een halve... Oh, je toept nog over ook. Ja. Ik keek hier het meest naar uit van deze hele reis... Maar helaas hebben jullie dat voor me moeten verpesten. Ik ben echt teleurgesteld. Maar hoe hebben we het dan verpest? De hele dag zat je te zeiken hoe ik aan het survivalen was. En ik voelde me niet gesupport door jullie. Ja, dat is wel waar. Dat... Ja, nou, oké, ik moet toegeven, ik was misschien iets te hoog van de toren aan het blazen op het begin. En ik deed hier en daar misschien iets te stoer. Maar ik vond dat jullie weinig respect hadden voor jullie reisleider. Je was niet de reisleider! En, op een gegeven moment... We waren alle 3 cursisten. Jullie hebben gewoon al mijn plezier ontnomen. En je titel. En de titel. Nou, kijk, dat vind ik niet erg als het op een eerlijke manier gaat. Maar desalniettemin is Slovenië een prachtige plek om te survivalen. En vond ik gewoon dat Micha weer hele interessante dingen vertelde. Want die fakkels was fucking vet. Dus ik geef het toch, ondanks dat jullie het verpest hebben voor mij, 3 jeppiejokers. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het vooral even weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende aflevering. Doei. Nu kunnen we eindelijk gaan douchen. Oh.